Ja, Renge, we staan aan de bar van het bekende racecafé van Ziggo Sport. Voorheen Formule 1 café, nu racecafé. Hoe is dat voor jou om hier bij dit programma aanwezig te zijn, je mening te geven over Formule 1, race, motorsport? Ja, het is vooral heel gezellig aan tafel. De eerste keer dat ik hier kwam, zei Rick Winkelman van het is een programma met de benen op tafel, biertje in de hand en over autosport praten. Dus ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. En weet je, het is een avondprogramma, dat is voor mij lekker. Dus vrijdagavond, als ik er ben, als ik niet aan het racen ben, dan rijd ik van Amsterdam 25 minuten naar Hilversum en dan gaan we een biertje drinken in het café. Wat is de kracht van het programma in jouw ogen? Nou ja, het is een losse sfeer, maar er komen wel ook inhoudelijke items ter sprake. En weet je, Robert is echt samen met Rob een duo wat helemaal op elkaar ingespeeld zijn. Ze doen ook de kwalificatie en de nabeschouwing, voorbeschouwing van de races ook al jaren, volgens mij al 8 jaar of zo. Dus dat is heel leuk, die kunnen heel mooi, die hebben een hele mooie magie op elkaar ingespeeld. Ik kom er af en toe mee met een andere mening of een mening die misschien vanuit een coureurs perspectief komt. Dus daar is een beetje mijn bijdrage. En dan hebben we zo gek als Jack Ploy en nu Olaf Mol die ook af en toe aanschuift. En natuurlijk andere gasten, hè, ook uit de niet de Formule 1 of niet uit de autosport, die hun mening geven. Een paar fietsers of een paar bekende Nederlanders. Ik denk dat het voor het publiek een heel leuk programma is om naar te kijken. Ook omdat het los is en ondertussen toch wel veel uit wordt gelegd over de Formule 1. Ja, we zitten kort voor de Grand Prix in Zandvoort en natuurlijk die komt eraan. Hoe kijk je daar allemaal uit? Nou ja, het is een geweldig evenement. Het is, ik las ergens dat ze het bucketlist evenement van Nederland willen zijn, van de wereld. En ik denk dat het dat is. Ik was daar vorig jaar, gelimiteerd aantal kaarten. Niet iedereen was welkom. En je zag gewoon een soort sfeer ontstaan tussen het publiek en de auto's en het evenement. En de zon scheen. Max won die wedstrijd als kers op de taart. Super tof natuurlijk. Aan de andere kant, om dat weer te doen gaat niet makkelijk zijn, maar de organisatie is ontzettend fanatiek om er echt een top evenement van te maken. Het is uitverkocht. Iedereen wil erbij zijn. En ik denk ook dat het uniek is als je erbij kan zijn. De kaarten zijn wederom natuurlijk gelimiteerd omdat het gewoon heel Nederland er wil zijn. En ook de rest van de wereld heeft gezien wat wij in Nederland gedaan hebben vorig jaar. Het was echt wel de baseline voor de Formule 1 wedstrijden. Dus ik ben heel blij dat ik er zelf bij ben. Ik ben in de Founders Lounge ben ik met geloof ik 600 gasten of zo aanwezig. Dus dat is leuk en daarna vlieg ik gelijk door naar Fuji, dus ik kan niet te veel drinken, want ik denk wel dat het heel gezellig gaat worden. Ja, aan ieder detail wordt ook gedacht, hè? Ook gewoon vorig jaar het volkslied maakte indruk, maar ook de beker is speciaal ontworpen. Nu wordt dat allemaal weer gedaan, een heel entertainmentprogramma bij met Afrojack die een speciaal nummer maakt. Dus er wordt wel weer opnieuw iets speciaals neergezet. Ja, ik vind het echt heel knap. En weet je, het circuit natuurlijk met Robert en Erik Weijers en alle mensen die dat doen. Maar ook het circuit, hoe het erbij lag, piekfijn. De tribunes, wat er voor de entertainment inderdaad voor het publiek werd verzorgd. En natuurlijk de Formule 1 die weer in Nederland rijdt, is natuurlijk een unicum weer. Het zit Nederland ook gewoon op de kaart. Heel tof. En ik ben heel, heel blij dat het dit jaar weer is. En ik denk dat het voorlopig niet meer weggaat. Sport zelf, de race zelf, de kwalificatie, wat verwacht je ervan komend weekend? Nou ja, Zandvoort is een mooi circuit, het is een old school circuit, hè? Een stukje gras en dan de muur. Dus track limits heb je niet zo last van in Zandvoort, net zoals ik in Amerika gewend ben. Ik denk dat de kwalificatie is heel belangrijk omdat er weinig ingehaald wordt op Zandvoort. En dat is wel het enige nadelige van het circuit. Het is een mooi circuit, omhoog naar beneden, snelle bochten, langzame bochten. Maar inhalen is gewoon heel moeilijk. Dus eigenlijk het beste wat ons kan overkomen voor de show op de baan is dat het gaat regenen. Dan gebeurt er veel, dan gaan mensen fouten maken, andere strategieën. En dan wordt het een beetje een mix en dan wordt het een hele mooie show op de baan. Het zou natuurlijk jammer zijn voor iedereen die met natte kleren naar huis gaat. Ja, vorig jaar natuurlijk al het hoogtepunt met Max als winnaar. Je zei het net al, ja, dat wil natuurlijk iedereen op de tribune dat herhaald wordt. Ja, het zou fantastisch zijn. Ik denk dat het evenement het ook verdient. Wij Nederlanders verdienen dat wel om dat weer mee te maken. Maar aan de andere kant, het moet wel weer even lukken. Volgens mij was het een paar duizendste van een seconde tijdens de kwalificatie vorig jaar dat hij de pole pakte. Als hij die niet had gepakt, dan was het niet een gelopen race geweest. Volgens mij was zelfs de Mercedes wel een stukje sneller. Dus Zandvoort moeilijk inhalen. Dus de zaterdag gaat heel belangrijk worden.